Dit is de school van Floris. Hij heeft nu even pauze, niet wetende dat zijn grote idool freerunner Bart van der Linde zich slechts op enkele meters afstand bevindt van zijn school. Terwijl Floris het duidelijk naar zijn zin heeft in de klas, kijkt Bart even naar wie nou zijn grote fan is. En daar, ergens in die kluisjes, ligt een verborgen boodschap voor Floris, die nog steeds van niets weet. Ja, wat is het? Dit is in mijn kluis geplakt. Ja? Ja? Dit is niet van mij. Ik weet het niet. Open het eens. Hey Floris, Bart hier. Ik hoorde dat je met mij wilde freerunnen. Nou, dat kan. Maar dan moet je me wel eerst vinden. Dus ja, succes ermee, dan zie ik je zo. Oh, ik weet al waarom dit gaat. Dag Floris. Hallo. Heb je iemand gezien? Beetje lang haar. Heb je misschien Bart van der Linde gezien? Bart van der Linde. Ja, de Bart van der Linde, oftewel de Flying Dutchman. Professioneel freerunner die de hele wereld overreist en zich wereldkampioen freerunning mag noemen. Een freerunner zit natuurlijk niet stil, hè Floris? Maar vooruit, wij zijn de beroerdste niet. We geven je nog één hint. Hey Floris. Denk je nou, wat moet je zoeken? Waar kan ik nou zijn? Hij is bij de gymlokale. Hey man. Hallo. Hoe is het? Goed. Ja? Echt goed. Mooie dag op school gehad? Ja. Je hebt het ook voor hier runnen? Ja. Ja? Vind je een mooie sport? Ja. Maar ik doe veel meer op trampoline dan op de grond. Dat deed ik vroeger ook wel. We kunnen ook wat oefenen. Oei. En omhoog. Oh. Au. In plaats van hier, ga je ongeveer 20 centimeter naar beneden, zoiets. En dan kun je lekker ook nog omhoog duwen, weet je wel. Oké. Okay. En nu op je voeten landen, want ik heb ook gewoon een beetje mee, dan laat je zeker op voeten. Zie je? Go. Tijd voor het echte werk. Tegen de muur. Geef gewoon alles wat je hebt en zet die voeten neer. Zet die voeten neer. Hop. Nee. Ah. Maakt niet uit. Lekker. Ja. Yeah.